Goedemorgen. Helaas is er gisteren wat misgegaan met de teamlinks van het webinar. Onze excuses hiervoor. We hebben alles gecontroleerd, maar toch bleek de link helaas niet te werken. Om toch ons verhaal over preconceptiedraagse op onderzoek te delen, nemen we dus opnieuw de webinar op. Alleen dan zonder interactie middels de Mentimeter uiteraard. Mocht u dit eens terugkijken, wil ik alsnog van harte welkom heten bij het webinar Preconceptiedraagse op onderzoek, wie, wat en waarom. Mijn naam is Judith Rommond. Verpleegkundige specialist in opleiding bij de afdeling Klinische Genetica Erasmus MC. Ik heb dit georganiseerd samen met mijn collega Fiene van der Schoot, klinisch geneticus. Ik zal u nu kort tijd vertellen over de mogelijkheden en ontwikkelingen bij het preconceptie-draagschapsonderzoek. Bij preconceptie-draagschapsonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar aandoeningen met een autosomaal recessieve overerving. En wat is dat dan precies? Bij een autosomaal recessieve aandoening krijgt iemand alleen de aandoening als hij twee afwijkende exemplaren van hetzelfde gen heeft. Iemand met één afwijkend gen is dus drager en heeft geen verschijnselen. Alleen als beide ouders drager zijn van dezelfde aandoening, kunnen ze een kind met deze aandoening krijgen. Die kans is dan bij elke zwangerschap 25%. Autosomaal houdt in dat de aandoening zowel bij jongens als bij meisjes voorkomt. Door middel van een draagschapscreening kan een paar dus erachter komen of ze beide drager zijn van één en dezelfde aandoening. Ieder mens is wel drager van één of meer van zulke soort aandoeningen. Dat weet je dus niet, omdat je er eigenlijk over het algemeen geen last van heeft. De meest voorkomende verwijzingen die we krijgen bij de afdeling genetica op de preconceptiedraagschapsonderzoek is als er al een erfelijke aandoening in de familie bekend is. Patiënten kunnen dan door de huisarts, specialist, verloskundige naar de afdeling genetica worden verwezen. Er zijn er maar een stuk of zeven van in Nederland. Bij de afdeling klinische genetica wordt dan de familie in kaart gebracht, middels een stamboom. En vervolgens wordt er dan een draagschapstest uitgevoerd. Bij het onderzoek kijken we dan alleen naar de familiaire verandering in de DNA. Daarnaast heb je nog de bloedverwant of consanguine paren. Zij zijn familie van elkaar, neef, nicht, achterneef, achternicht of nog verder. Bij hen is dan een verhoogd risico op gedeeld draagschap van de recessieve aandoening. Bij hen wordt dan een DNA-onderzoek ingezet van het pakket waarbij naar meerdere genen wordt gekeken. En dat wordt dan ingezet om het risico te verlagen. We kunnen natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen van jullie zijn niet allebei drager ergens van, want we kunnen helaas nog niet alles. Maar we kunnen wel het risico voor hen verlagen daarop. En uit onderzoek van Sanneveld uit 2021 bleek dat bij de eerste 100 patiënten bij wie zo'n pakket was aangeboden, bij 28% gedeeld draagschap werd gevonden. Daarnaast hebben we nog een groep mensen die op basis van hun afkomst in aanmerking komen. Bijvoorbeeld mensen die uit endemische malariagebieden komen. Dus gebieden uit rond de Middellandse Zee, Afrika bijvoorbeeld. Dat kan door de huisarts al een deel gedaan worden. Die kan een bepaling doen van biochemische en hematologische parameters. En dat kan eventueel aangevuld worden met DNA-diagnostiek. Daarnaast heb je nog een groep andere mensen die op basis van hun afkomst in aanmerking komen voor preconceptiedraagschap onderzoek. Voor mensen van Ashkenazische Joodse afkomst. Daarbij zijn een aantal genen of aandoeningen die vaker voorkomen bij die gemeenschap. En hetzelfde geldt ook voor mensen die bijna uit Volendam of Urk komen. Vaak zijn die al wel getest. Vanuit Amsterdam UMC is er een speciaal spreekuur. Wat is er dan mogelijk voor alle mensen die hier buiten vallen, dus geen hoge risicoparen zijn, zoals wij ze noemen? We krijgen regelmatig de vraag van, kunnen we niet naar meerdere aandoeningen gekeken worden? Dat is nu niet mogelijk in Rotterdam, maar bijvoorbeeld wel in Groningen en Amsterdam. Alleen dan is de screening wel voor eigen kosten. Het valt niet binnen de zorgverzekering. Het kan dus in Amsterdam, daar krijg je een afspraak bij de klinische genetica. En het kan dus ook in provincie Groningen, daar krijg je een afspraak bij een getrainde huisarts. Mocht een gedeeld draagschap gevonden worden, kan iemand alsnog verwezen worden naar de afdeling klinische genetica. Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Eind 2023 is een advies gegeven van de Gezondheidsraad. Daarin stond dat draagschapscreening voor elk paar met een kindermens beschikbaar zou moeten zijn. En dan dus ook onder de zorgverzekering zou moeten vallen. Het doel hiervan is om reproductieve autonomie te hebben voor de paren, dus zodat zij keuze kunnen maken rondom voortplanting of wel kinderwens.
En het is niet het doel om geboortes voor kinderen met ernstiekes te voorkomen. Het is juist bedoeld dat paren dit weten en dat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken hier omtrent hun kinderwens. Gemiddelde kans om draagbaar te zijn als je niet familie bent van elkaar, als je geen erfelijk aan de familie bekend is 1%. Wat als er dan gedeeld draagschap is en dus 50% kans op een kind met een erfelijke aandoening? Wij noemen bij de afdeling klinische genetica de 3 opties voor een biologisch eigen kind. De eerste optie die we altijd benoemen is het risico accepteren. Dus 50% kans op een kind met een erfelijke aandoening, maar 75% kans dat het kind geen erfelijke aandoening heeft. Soms kan het wenselijk zijn een bepaalde aandoening om een late vruchtwaterpunctie te doen. Bij rond de 32 weken, waarbij dan geen verhoogde risico's zijn, of navelstreng bloed direct na de geboorte af te nemen, zodat het wel zo snel mogelijk bekend is of het kind de aandoening heeft, ja of nee. En het voordeel daarvan is, als we dat weten, dat juist de behandeling en zorg direct na de geboorte gestart kan worden. Een andere optie is om op een spontane wijze zwanger te raken en tijdens de zwangerschap te kijken of de foetus is aangedaan. Dat kan door middel van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. De vlokkentest gebeurt tussen de 10 en de 14 weken. En de vruchtwaterpunctie kan vanaf 15 weken. Mocht er dan uitkomen dat het kind is aangedaan, kan het paar ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken. En de laatste optie die we al noemen is pre-implantatie genetische test, ofwel PGT. PGT is eigenlijk een IVF-procedure met uiteindelijk een embryoselectie, wat gebeurt in Maastricht. En bij de embryoselectie gaan ze dan kijken welk embryo heeft de aandoening en welk embryo heeft niet de aandoening. Nou, het embryo zonder dat niet de aandoening heeft, wordt dan teruggeplaatst bij de vrouw. Dit is helaas niet mogelijk in Rotterdam, maar is wel mogelijk in Utrecht, Groningen, Maastricht en Amsterdam. Daaronder zie je nog een link staan van erfelijkheid.nl. Dat is een vragenlijst voor mensen die zo'n keuze zouden moeten maken. En dat maakt voor hun zelf inzichtelijk van hoe sta ik tegen alle opties. Hoe sta ik erin? Het geeft uiteraard niet iets van doe dit of doe dat. Maar het is echt puur voor hunzelf om dingen naast elkaar te leggen. En kijken van, nou, wat zou voor ons de beste keuze zijn? Nou, dit is wat wij wilden delen over het preconceptiedraagschaponderzoek. Dan doe ik nog even een kleine oproep voor het onderzoek wat ik volgend jaar zou uitvoeren voor mijn opleiding. Daar wil ik gaan kijken naar een mogelijke werkwijze van het aanbieden van preconceptionele draagschapscreening in de omgeving van Rotterdam. Dus door wie moet het uitvoeren, hoe, waar, hoe ziet zo'n counseling, moet zo'n counseling eruit zien. En dat willen we doen door middel van focusgroepen. We zijn hiervoor op zoek ook naar verloskundigen, gynaecologen en huisartsen. Dus mocht u hier mogelijk interesse hebben, kunt u mij mailen voor verdere informatie. Dan wil ik u bedanken voor uw deelname aan het webinar. Iets anders dan verwacht, maar ik hoop u zo toch voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht er nog vragen zijn of heeft u vragen over het onderzoek, dan kan u deze mailen naar ons, naar mijn collega of naar mijzelf. Hartelijk bedankt voor uw deelname.